Martien Meiland, Erika Meiland en Maxime Meiland hebben hun oog laten vallen op een stuk bouwgrond op het prachtige landgoed Oud Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Het is de 15e keer dat de familie gaat verhuizen en dit keer gaan ze samenwonen in hun nieuwe droomhuis. Het pand in het centrum van Noordwijk dat ze aanvankelijk wilden kopen, bleek te duur, maar de eigenaar van het landgoed accepteerde hun bod. Het nieuwe huis, gebaseerd op bouwschetsen die Erika al 2 jaar geleden maakte, zal bestaan uit 2 afzonderlijke woningen met een gemeenschappelijk gedeelte. Momenteel is de bouwgrond nog leeg, met slechts enkele markeringen die aangeven waar de villa zal worden gebouwd. De Meilandjes zullen binnenkort vrijwel afgesloten van de buitenwereld leven in hun nieuwe onderkomen. Om de villa te bereiken, moet je voorbij de toegangspoort rijden en een honderden meters lang zandpad volgen voordat je een glimp van de familie kunt opvangen.